verschil is 2 punten. Bal naar buiten, naar Smels. Keihard geslagen via het blok dus uit. Jellebeurt sluit weer aan. Jameson. Lastige opslag. En Marcel Krak, die doet het weer. Nee, hij was in het net. Daar is arbiter Pleiveer resoluut in. En het staat 12-12. Jameson. Ja, die paas was minder. Dan krijg je een probleem. En Krak sloeg hem dus in het net. Halverwege deze eerste set, 13-12, Yellowbirds. Tactisch balletje van Casey Fuaman. Je zag hem kijken en Yellowbirds had eigenlijk daarop moeten inspelen. Maar heel goed gedaan door Casey. En Krak is klaar om te serveren. Goed opgevangen, goede paas. Dat was weer die snelle middenaanval. Goed uitgevoerd door Mahabali en Soma. Mooi opgevangen. Het blok van Lionel Mahabali. Hij keek nog even naar Virgil Langafat. Hij scoort met dat blok. Smels. Weer Langafat. Niet eens hard, maar wel zuiver. Jellico sluit weer aan. 14-15. Op hard. Via het blok was het Jabez Pros die scoorde. Twee punten is het verschil met Ruben Soma die serveert. In het net. Makkelijk punt. Hiervoor hoefde Jellico dus niet eens te werken. Mindere paas. Makkelijk overgespeeld. En ja, dan geef je Jellico de kans weer mooi aan te vallen. Jameson probeert het vanaf de 3 meter lijn. En Casey Fuaman die staat dik in het net. Mahabali. Mooi gedaan door Casey hoor. Heeft die bal toch kunnen redden. En het zou mooi zijn als Jellico dit punt pakte. Zonder partij te kiezen. Maar die hustle plays, die winnen wedstrijden. Bal still in play. Nu Sporksleede. Uitgeslagen door Sporksleede. Ja, en het punt komt Yellowbirds toe. Absoluut. Maar die hustleplay van Casey, dat is mooi om te zien. Spelers gaan echt tot het uiterste. Voor elk punt. Het is gewoon een wedstrijd waarbij de kampioen bekend kan worden. En dat merk je ook aan wat die spelers doen.
Het is 18-15. En Ferdi Getrouw van Jellico die vraagt om een time-out. Nou goed te weten dat onze vrouwenvoetbalselectie vanmiddag gespeeld heeft in Puerto Rico in WK-kwalificatieverband. Suriname verloor de wedstrijd met 0-2. En onze vrouwen spelen dinsdag aanstaande hier in het SZ-stadion hun laatste WK-kwalificatiewedstrijd in de pool. De tegenstander is dan Antigua Barbuda. En ATV zal die wedstrijd ook live uitzenden. Teams weer op het veld. Mahabali brengt die bal in het spel. Bal naar Sporksleden. Goed gedaan door L'Esperance. Naar buiten, naar Pros. Kwam niet zo goed aan. Maar via het hoofd van Akin Boto of Ongafat gaat die bal uit. En het verschil is 4 punten. En dan zien we dat Quincy Kruidenhoff in het veld gekomen is voor Jellico. En Mahabali die slaat hem in het net. Nummer 13 daar, links in beeld. Dat is Quincy Kruidenhoff. Captain Ongafat serveert. Een 1-2'tje tussen Joval en Mahabali. Joval slaat uit. Jellico komt tot 2 punten verschil. Bal naar buiten voor Jameson. Ja, Jelbert klaagt dat er iemand in het net zat. Niks aan de hand, zeggen de arbiters. Het is 18 voor Jellico en 19 voor Yellowbirds. De 4 punten zijn geslonken tot 1 punt. En coach Richters die neemt dus nu een time-out. De sporthal is nu vol. De wedstrijd heeft publiek getrokken. En voor de mensen die er niet kunnen zijn, die kijken dus lekker maar naar ATV. U zag zo net de rechterkant, nu zien we de linkerkant van de sporthal, van de tribune. Ten opzichte van de camera natuurlijk. Beide kanten helemaal vol. Ongafat steeds met een hele korte surf, net over het net. Dat levert de nodige problemen op. Hij doet hetzelfde weer. En Jameson die smasht uit. En het staat weer gelijk. Weer Ongafat. Nou, ik denk dat hij het gewoon houdt op die lastige surf net over het net. Inderdaad. En Jameson die doet het nu veel beter. Die scoort. En brengt Jellebeurts weer op voorsprong. Fuaman naast Sporksleden. Slecht verwerkt door Jellebeurts. Verkeerde techniek gebruikt bij Jellebeurts. Jellico komt weer naast Beurts 2020. Dit is de man die kwam invallen. Quincy Kruidenhoff. Goeie paas. En dan loopt het goed. Wat een spike. Wat een smash van Anthony Smels. Dat geeft je team zeker een boost. En we zien een wissel. We zien dat Dwarkasik in het veld komt voor Joval. Misschien wel om zijn goede opslag.
naar buiten, naar Sparksleden. En daar was er een heel groot gat. ...21 gelijk. We zien twee wissels bij... ...Jellico. Dion Brunings komt erin. Dat moet even gaan volgens de regels, zegt arbiter Lusakshu. Even goed checken wie voor wie erin komt. Brunix is erin. Sparksleden eruit. Wilson erin. En Casey Fuaman eruit. Terwijl we zien dat Ongafat nog... even een babbeltje heeft met arbiter Playfair. Alles goed. 21 gelijk. Met Brunings die gaat serveren. Alles oké, zegt Lusakshu. Iemand zat in het net. Ik denk Baumgaard. Iemand van Jellico dus. 1 punt voor Jellebeurts. Goed opgevangen. Die bal ging op het net. Het was Marcel Krak die sloeg. Niks aan de hand inderdaad. Ging op het net. En Jellebeurts verkeek zich erop. Puntje Jellico, 22 gelijk. Krak nu. Geeft hem makkelijk terug. Ja, en dan ben je dicht tegen het einde van de set. Dat wil je absoluut niet. 23-22. Smels. Die kwam goed. Naar Ongafat. Bal over, valt in. Wat een punt, wat een punt, wat een punt. Dat moet je echt mee hebben. En Jellebeurts is 1 punt verwijderd van het winnen van die eerste set. Jellico moet verdedigen. Die paas moet er komen. Die komt goed. Kort, opgevangen aan de andere kant bij Jellebeurts. En dan die met de aanval via Ruben Souma. Prachtig afgemaakt bij Jellebeurts. Ze winnen de eerste set. Met 25-22. Wat een start voor deze ploeg. Jellico. Die zit boordevol ervaring. En die zal terug moeten komen. Staat 1-0 voor Jellebeurts. Ja, en dan zie je hier de aanhang van Jellebeurts, neem ik aan. Ik zie gele vogel. En daarachter zien we Sandrina Hunsel. We zien Safira Willemsberg. Dat zijn al die dames die in het kampioensteam, in de kampioensteams van Condor hebben gespeeld. Condor heeft dit jaar niet ingeschreven. En we hebben dus een nieuwe kampioen bij de dames gekregen. In de ploeg van Jellico. Nou, linksboven ziet u, de seriestand is 2-1. Dit is game 4. En Jellebeurts die pakt de eerste set met 25-22. Nou, Antoine Vliet, een van de ouderen, meer ervaren jongens, die roept het team bij elkaar. Geeft de laatste instructies. En coach Ferdy Getrouw, die weet dat hij kan rekenen op de ervaring van zijn ploeg.
Bal van Vliet heb je bij Jellico zeker nog. Jongens als Ongevat, Sporksley, de Brunings, Fuaman, die al heel lang erbij zitten. En die wel van wanten weten. In elk geval staat het 1-0 voor Yellowbirds. Jellico begint de tweede set met de opslag. Het zal zijn Casey Fuaman. Score opgevangen. En van achter de 3 meter lijn was het Sporksleden. Nu naar Jameson. Bal komt terug. Mooie rally. Kort op Jovaal. Nee, die bal wordt overgespeeld. Dat blok van Yellowbirds. Het is Shamar Jameson. Die inzet van Virgil Longafot blokkeert. En het is 1-0 voor Yellowbirds. Pros. Goeie paas. Mooi opgevangen door L'Espérance. Gehaald door Jameson. Dat mag. Nu moet hij over. Jellico krijgt de kans om weer een goede aanval op te zetten. Blok van die inzet van Krak. En nu komt Yellowbirds met die aanval naar achter naar Jameson. Opgevangen door Fuaman. Krak moet hem overspelen. Beetje makkelijk. En dan Smels. Wat een rally. Wat een mooie rally. Goed afgemaakt door Anthony Smels. 2-0 Yellowbirds. Goeie paas. Mooi gezien hoor door Sporksleden. En je weet dat je niet altijd keihard hoeft te slaan. Hij had alle tijd om te kijken waar het gat was. Hij heeft het ook gevonden. En hij brengt Jellico op 1. Ongevat met diezelfde service. Jameson scoort. Ja. Van boven zit heel mooi. Dan zie je eigenlijk waar die openingen zijn in de defensie. Er zijn spelers die kunnen vinden. Ja. Dan scoor je voor je ploeg. 3-1 Yellowbirds. Goeie paas. Naar buiten, naar Sporksleden. Die set was iets minder. En dan moet hij over. Kans voor Jellico voor weer een goede aanval. Weer Sporksleden. En als hij hem goed krijgt, is hij moeilijk af te stoppen, deze Kevin Sporksleden. En Yellowbirds gebruikt elk dood moment om even bij elkaar te komen. Kruidenhof serveert. Kort. Ja. Was iets te ver van het net. 3-3. Nog steeds Kruidenhof. Ja, als die paas niet goed komt, dan krijg je problemen. En die opslag van Kruidenhof geeft Yellowbirds toch wel problemen met die paas. Jellico nu op voorsprong 4-3. Ja, Verdi getrouwd is hier niet vaak staan hoor. Maar hij snapt zelf ook hoe belangrijk deze wedstrijd is. Hij wil geen vijfde wedstrijd. En dan slaat Kruidenhof in het net. 4-4. Jameson. Sporksleden die raakte hem absoluut niet goed. Hij kreeg hem niet over het net.
En Jameson met zijn tweede opslag. 5-4 Yellowbirds. Naar buiten naar Sporkslede. Dan is hij niet te stoppen. Komt die set goed, dan is Sporkslede bijna niet te stoppen. 5-5. Er staan twee spelers klaar om in te vallen bij Jellico. Het wachten is op arbiter Luzak Shu, die even bezig is met de sweepers. En Wilson en Brunnings komen erin. Voor Krak en Fuaman. Brunnings met die opslag. Kort, die bal is in, zegt de linesman. Moeilijk te zien van hieruit. Maar die linesman die staat er goed bij. En Smels mag serveren. Uitgeserveerd. Bal terug naar Jellico. 6-6. Sporkslede weer naar het achterveld. Maar dat neemt niks weg van zijn aanvalskracht. Hij valt even makkelijk aan van achter de 3 meter lijn. Als wanneer hij voor het net staat. Dat maakt hem zo gevaarlijk, Kevin Sporkslede. Doet het met een jumpsurf deze keer. Naar buiten, naar Pros. En Pros scoort. Zeven, zes Yellowbirds. Beetje makkelijk overgespeeld. Slechte paas. Maar het was Lionel Mahabali die battle won van Virgil Langevat. En scoorde voor Yellowbirds. Hij maakt er 8-6 van. Bal naar buiten naar Langevat. Plaatst hem goed waar hij wil. En Smels kon niet opvangen. Jellico kruipt een stukje dichterbij. 7-8. En we zien dat Kruidenhof in het veld gebracht is. Veel lengte voor het net bij Jellico. Baumgart. Naar buiten, naar Pros. Ja, paas kwam minder van Sporkslede. En Kruidenhof kan hem niet meer omhoog brengen. Punt Yellowbirds, 9-7. Mahabali maakt zich klaar voor de opslag. Uitgeserveerd door Lionel Mahabali. Bal over, punt voor Jellico, 8-9. Wilson. Shemar Jameson via het blok. Brengt het verschil weer naar 2 punten. Nou, beide teams lijkt in elk geval een goede doen. Je ziet ook dat het hele close scores zijn elke keer. Ze houden elkaar goed in evenwicht. Dat was een loeier van Virgil Langevat. En nu mag hij serveren. Goede paas. Naar buiten. Naar Smels. Volgens boekjes laat hij hem in.
En Anthony Smels, die brengt het verschil weer op 2 punten. Goede paas. Naar buiten, naar Sporksliede. Dat was makkelijk gescoord door Sporksliede. Hij neemt zijn tijd om te kijken. Slaat niet elke keer keihard. Maar plaatst die ballen precies waar hij ze wil hebben. Kruidenhof met die opslag. Het blok van Boomgaard. En die bal valt uit. Ja, het verschil blijft hangen op 1 punt, 2 punten. 12-10 op dit moment met Jameson. Bal komt niet erover. En nu is het verschil 3 punten. Genoeg gezien door coach Ferdy Getrouw. Jellico die neemt een time-out. Ik denk dat Fernando Richters op dit moment niet ontevreden is over wat zijn ploeg doet. Het gaat over het algemeen vrij goed. En zeker de winst van die eerste set is een hele belangrijke factor in deze wedstrijd. Ferdy heeft zijn zegje gedaan. Jameson. Weer wordt Sporksliede opgezocht. Hij is de man die steeds scoort. En Brunings weet dat. Nou, als het moeilijk wordt, dan gaat 80% van de sets gaat naar Sporksliede. En hij doet over het algemeen wel wat van hem verwacht wordt. Hij brengt het verschil naar 2 punten terug. Jan Brunings met die opslag. Weer via het midden. Dan zie je die combinatie tussen Mahabali en Souma. En nu Smels. Moeilijke paas. Makkelijk overspelen. En dan via de 3-meterlijn. Van achter de 3-meterlijn. Er zat iemand. Oh, ik denk dat hij op die lijn zat. Smels die staat in het achterveld. Ik denk dat hij afzette. Op zijn minst van op die lijn. En dat kan niet. Weer via het midden. En dat loopt als een trein tussen Mahabali en Souma. Ze doen het niet vaak, maar de keer dat ze het doen, is het steeds vrij goed uitgevoerd. En Souma, die mag serveren. Ondertussen is Greg Levant binnen de lijnen gekomen bij Jellico. Daar is Levant. Hij krijgt die bal meteen terug. En iemand moet gaan opzetten. En Mahabali mag aanvallen als setter. Ja. Als die bal zo erover gaat en je zo aan een punt komt, dan ben je erg blij. Het is 16-12 voor Yellowbirds. Ruben Souma serveert. Uitgeserveerd door Souma. Makkelijk punt voor Jellico. Het verschil is 3 punten. Levant. Jameson, keihard. What a kill. Brengt het verschil weer naar 4 punten.
En de captain bij Jellebeurs die serveert. Bal naar buiten naar Ongafat. Bal dicht bij het net gezet. Maar goed, hij krijgt hem erover. En dan weer Ongafat. En die bal was uit. Van Evan Ismails. Jelico komt een puntje dichter bij 14-17. Dan weer die wissels bij Jelico. Dat zijn hele tactische wissels, denk ik. Casey Fouaman die gaat opslaan. En Krak is terug op het veld. Staat nu dus voor het net. Sparksleden. Zo reliable deze Kevin Sparksleden. En het was Antoine Vliet die hem onderhands opzette. 15 Jellico, 17 Yellowbirds. Fouaman. Jabes Pros via het hoofd van Krak, denk ik. 18-15. Weer Sparksleden. En nu Smels. Goed opgevangen door Sparksleden. Bal naar achter Krak. L'Esperance kan niet controleren. En Krak verkleint die achterstand van Jellico. 16-18. Ongafat. Beetje andere surf. Snelle middenaanval. Er is nu Roberto Joval die hem goed afmaakt. En een time-out gecalled door Jellico. Nou, het gaat voorlopig gesmeerd voor de ploeg van Yellowbirds. In die zin dat ze hun kleine voorsprong weten te behouden. Terwijl we langzaam maar zeker gaan naar de 25. Dat is de target natuurlijk. En Verdi Getrouw vindt het deze keer wel nodig om die hele time-out te benutten. Krak, Kruidenhof, Fouaman, Vliet, Ongafat en Sparksleden. Bij Jellico. Joval, Pros, Mahabali. We zien nu dat Leroy Derby binnen de lijnen gekomen is. Samen met Shamar Jameson en Anthony Smels bij Yellowbirds. Toch slaat Sparksleden hem zo goed. Nu Smels. Opgevangen. Te dicht op het net. Toch nog gespeeld. En mooi afgemaakt bij Yellowbirds. Nou, beide ploegen gaan echt tot het uiterste. We hebben veel hustle plays gezien. En dat maakt deze wedstrijd echt tot een finale wedstrijd. Niks wordt aan het toeval overgelaten. Bal naar Sparksleden. Ja, wat wil je anders? Weer doet hij het, Sparksleden. Brengt het verschil naar 3 punten. Kruidenhof. Goeie opvang, bal naar buiten, naar Smels. Het blok van Marcel Krak werkt. En Smels laat er keihard in. Jellico 1 puntje dichterbij. 18-20. Met Kruidenhof die serveert.
Nu weer Smels. Doet het stukken beter. Die aanval omzeilt het blok van Jellico. En Jellebeurs heeft er 21. Jameson. Alles gaat smooth met Kevin Sporksleden. Hij is zeker een supervaste waarde op dit moment binnen het team van Jellico. En ze maken daar dankbaar gebruik van. Krak, serveert. Goed opgevangen. Via het midden met Soma die hem uitslaat. En het verschil is 1 punt. Genoeg gezien, zegt Fernando Richters. En dan kan ik u doorgeven dat het gevecht van Jairzinho Rozenstruik, Biggie Boy, morgen in de UFC niet doorgaat. Zijn tegenstander, zijn Poolse tegenstander, heeft namelijk ziek gemeld. En het gevecht is dus gecanceld. Jammer dat het gevecht niet doorgaat. Maar Rozenstruik zal moeten wachten op een andere gelegenheid om weer in actie te komen. Terug naar volleybal. Marcel Krak. Het was Shemar Jameson die hem zodanig hard insloeg dat Jellico niet kon controleren. Het is 22-20. Smels. Ja, dat wil je nou niet hebben, hè? Denk ik. Als je Fernando Richters bent, de coach, dan trek je een paar haren uit je hoofd. Jellico komt dichterbij, 21-22. Sporksleden met die opslag. Net over het net. Dat zag Mahabali goed. Maar goede save van Antoine Vliet. En nu moet Jellebeurs hard werken. En Greg Levan. Die brengt Jellico naast Jellebeurs. Wat een climax wordt het van deze tweede set. 22 gelijk. Nou, de mensen die in de sporthal zitten, die genieten in elk geval van de sfeer hier. En van het volleybal dat ze voorgeschoteld krijgen. Dit is een goede finale wedstrijd. Sporksleden. Varieert zijn opslag. En er was een fout bij Jellebeurs. Waardoor Jellico nu 1 punt voor staat. Jellico neemt op een belangrijk moment die voorsprong. 23-22. En Jellebeurs die pakt een time-out. Belangrijke fase in deze tweede set. Belangrijke time-out. Niet alleen maar voor de aanvrager, maar ook voor de andere ploeg. Weer Sporksleden. En Jameson, die maakt het mooi af. Brengt Jellebeurs weer naast Jellico, 23 gelijk. De zenuwen moet je nu in bedwang houden. Ruben Soma. Wolu Ongafat geblokkeerd, maar die bal gaat buiten het veld. Jellico heeft 1 punt nodig om die tweede set te winnen.
Greg Levant. Die geeft hem makkelijk weg. Brengt de score op 24. Gelijk. En ja. De set moet met 2 punten verschil gewonnen worden. Dus we gaan op zijn minst tot 26. Mahabali. Moeilijke pas. Toch overgespeeld door Sparksleden. Wat lukt nou niet bij deze jongeman vandaag? Zo belangrijk voor Jellico in deze wedstrijd tot nu toe. Hoe moeilijk die bal ook komt, hij maakt er wat van. En nu heeft Jellico dus 1 punt nodig voor de set. Voorman. En weer scoort Jellebeurts. Via die korte aanval van de combinatie Mahabali en Joval. 25 gelijk. Pros, je kunt je geen slechte opslag veroorloven. Doet hij goed. En het is Ongafat die via het blok scoort. Jellico weer de kans om deze set af te maken. Virgil Ongafat. Goede pas. Het blok. Jellebeurts nog een keer. Naar Jameson. Wat een blok. Wat een blok. Van deze man Kevin Sparksleden. Onbetaalbaar. Zeker in deze set. En in deze hele wedstrijd tot nu toe. Het blok van Sparksleden brengt Jellico de winst van set 2. 27-25. En Sparksleden even in de chat met arbiter Plever. Nou ja, we hebben weer een wedstrijd, hè. 2 sets voorbij, het staat 1-1. Ik denk dat dit de Jellico aanhang is. Ze hebben het mooi verdeeld. Vanuit ons standpunt is de Jellico aanhang aan de rechterkant op de tribune. Terwijl Jellebeurts de linkerkant van de tribune bezet heeft. Maar het zijn allemaal vrienden hoor. Daar moet je niet in vergissen. De volleybalgemeenschap is geen grote gemeenschap. Maar het is wel een gemeenschap waarbij iedereen kent. Dit is de Jellebeurts kant van de tribune, zeg maar. Zo meteen de start van set 3. Bij Jellico zien we Kruidenhof, Krak, Sparksleden, Ongafat, Voorman en Vliet in het veld. Bij Jellebeurts zijn dat Pros, Jameson, Joval, Lesperaans, Smels en deze man Lionel Mahabali. Kijk niet goed bij die aanval van Jellebeurts en Jellico die pakt het eerste punt in deze derde set. Ongafat.
set was een beetje laag en Prost laat hem keihard in het net. Goed begin in elk geval voor Jellico in deze derde set, 2-0. Virgil Ongafat. Weer naar Prost die nu wel scoort. En hij scoort dus het eerste punt voor Birch in set 3. En hij mag meteen serveren. Mindere paas van Sporksleden. Een van de weinige fouten die hij gemaakt heeft tot nu toe. Maar dat levert Jellebirds wel een punt op. Want Smels die knalt hem in. Weer die moeilijke opslag van Jabes Prost. En die paas van Jellico liet het afweten. 3-2 Jellebirds. Sporksleden. Wordt opgevangen. Nu moet Smels aanvallen. Doet hij ook. Weer zo'n mooie hosselplay. Die niet wordt afgemaakt aan de zijde van Jellico. Maar dat is waar het om gaat bij finale volleybal. Ze zijn ready voor die opslag van Jabes Prost. Naar Sporksleden. Het blok en via het blok uit. Het verschil is 1 punt. Kruidenhof. Goed opgezette aanval en via de vingertoppen van een Jellico-speler gaat hij uit. Vijfde Jellebirds. Joval. Goed opgevangen. Nou, mooie setup bij Jellico en het is Greg Levan die afmaakt. Terwijl Krak gaat serveren. Het verschil is 1 punt. Mindere paas. En Sporksleden denkt, daar kom je bij mij niet opzetten hoor. Hij drukt hem meteen in het veld van Jellebirds. 5-5. Naar buiten naar Smels. En je ziet elke keer weer hoe belangrijk die paas is. Het opvangen en die goede paas naar de setter. Als dat goed zit, nou dan krijg je een goede aanval. En dan kun je er meestal wel wat uithalen. Weer Sporksleden. En nu Smels. Ja, Marcel Krak kon dat echt niet verwerken. Mindere paas. Maar Sporksleden maakt bijna alles goed. En dan weer Anthony Smels. Zo slim gedaan door deze jonge aanvaller. Twee keer keihard slaan en de derde keer dat tactisch balletje. En die smile zegt alles. Nou, zowel in set 1 als set 2 is Jellebirds goed begonnen. De tweede set verloren ze weliswaar, maar Jellico kwam pas in de laatste fase op voorsprong.
een voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. En nu aan het begin van deze derde set staat Jellebeurs weer voor met 8-5. Jameson. Fouaman probeert het met dat tactisch balletje. En het is Jameson die scoort. Vanuit een vrij moeilijke positie. Via het blok gaat die bal uit. 9-5 Yellowbirds. Geblokkeerd. En nu die aanval van Yellowbirds. Dicht op het net. Super blok van Casey Fouaman. En Levant die was er ook bij. Zes, negen. Sparksleden. Zoekt zijn positie voor die surf. De arbiter fluit voor een opstellingsfout. En captain Ongafat die komt vragen wat er aan de hand is. Nou, Plever blijft erbij. Het was een opstellingsfout. En zo neem je revanche op iets dat niet goed ging. What a kill from Virgil Longafat. Soms moeten er kleine dingen gebeuren die niet goed gaan om je team een prikkel te geven. Om ineens veel beter te spelen of gemotiveerd te raken. En dat zag je duidelijk daarnet met dat punt. Dat Angofa. En hier nog een keer Virgil Longafat. Het is echt wel een reactie op wat daar net fout ging. Acht Jellico, 10 Yellowbirds. En goed gezien van Jabez Pros. Sparksleden stond alleen in het achterveld. Was moeilijk om die bal te halen. 11-8. De sweepers zijn even bezig. Weer die kleine vergadering van Yellowbirds. Elke keer op een dood moment. Dan spreken ze elkaar moed in. Geven kleine instructies. En u mag Souma serveren. Uit. Fouaman. Roberto Joval. Met die korte aanval. Was een beetje te zien, maar heel moeilijk om daarop in te spelen. Omdat Mahabali meerdere opties heeft natuurlijk. Ongafat. Ze halen hem niet bij Yellowbirds. En Virgil Ongafat brengt Jellico een puntje dichter bij Yellowbirds. 10-12. Er schijnt een natte plek te zijn op het veld. Oh nee, er lag iets op het veld. Ongafat.
Naar buiten naar Jameson. Sparksleden houdt hem binnen. Ze moeten hem makkelijk overspelen. Doen ze ook. Nu de kans voor Yellowbirds via het midden. Wederom Roberto Joval. Ja, en die fles. Waterfles van de arbiter die viel. En jammer natuurlijk voor Yellowbirds dat het punt wordt afgefloten. Want die was nog niet gescoord toen die fles op het veld was. En dan fluit de arbiter voor dobbel. En dat betekent dat het punt niet telt en die opslag opnieuw moet. Dus terug naar Virgil Langevat. Beetje dezelfde combinatie, Mahabali Joval. Ja, die ene keer niet en nu wel, zeggen ze. 13-10. Pros. Goede paas, Marcel Krak. Met de kill van je welste, scoort Krak. Brengt Jellico weer een puntje dichterbij naar 11-13. Boomgaard. Jameson via het blok. Nou, Jellibert geeft Jellico niet de gelegenheid om al te dichtbij te komen. En we zien dus wissels bij Yellowbirds. We zien Jair Pregers het veld inkomen voor Roberto Joval. Hij gaat serveren. Jump serve keihard uit. Dat was het wat hij moest komen doen. Hij is nu weer eruit. Opzet niet gelukt. Kan gebeuren. Marcel Krak mag nu. Voor Jellico. Ja, een beetje gepingeld daar aan de zijde van Jellico met die bal. Hij valt toch op hun veld. En het is 15-12 voor Yellowbirds. Jameson. Goede paas. Naar buiten naar Sparksleden. Yellowbirds heeft geen antwoord op het aanvalsgeweld van Kevin Sparksleden op dit moment. Jameson, goed gedaan. Nee, oppassen Antoine. Oeh. Gelukkig niks aan de hand. Ja, dat zijn hustle plays. Die wedstrijden winnen. Het lukte dit keer niet. Maar goed, die intentie die was er. Iedereen is safe. Zestien Yellowbirds, 13 Jellico. Smels. Weer naar Sparksleden. Nu slaat hij uit. ...17-13. Timeout Jellico. Nou, het is begrijpelijk dat Ferdi die timeout wil. Het verschil is 4 punten. We gaan richting de 20. Dan kom je dus een beetje in de gevarenzone.
Nou, er is vanavond een DJ in de sporthal en dat hoort u wel bij, bij dode momenten, zeg maar, bij timeouts. Na sets. De Sifobo is ervan bewust dat de kampioen vandaag bekend kan worden. We moeten echter nog even wachten om dat te zien. Want bij winst van Jellebeurs betekent het dat het kampioenschap wordt uitgesteld. Terwijl Jellico nu weer een puntje dichterbij komt. Het was Virgil Langevat die scoorde 14-17. Greg Levan. Oh, ging volledig de mist in deze opslag. Dat snapt hij ook wel. En nu Souma. Ongafat. Goed opgevangen door Sporksleden. Oh, dat was een verkeerde set. En toch scoort hij. Altijd kalm. Maar deadly in zijn offense. Zeker vandaag. Kevin Sporksleden. Die houdt Jellico echt behoorlijk in de race. Jameson via de vingertoppen van Baumgart eerst en daarna van Sporksleden. Gaat die uit. 19-15. Naar buiten, naar Krak. Het blok uitgevallen. Captain Ongafat. Via het midden. En je ziet ze ervan genieten als hij goed gaat. Mahabali en Joval. Je weet dat het kan komen. Maar er zijn zoveel andere opties. En dat maakt het moeilijk voor de verdediging van Jellico. Goeie opslag. Naar buiten, naar Krak. Makkelijke opvang, Yellowbirds. Kort. Iemand zat in het net. Ik denk Baumgart. Dat brengt Yellowbirds dus op 21. Pros. Goeie opvang. Boomgaard. En dan die aanval van Yellowbirds. Keihard geslagen door Anthony Smels. En via het blok in het veld van Jellico. En je ziet die ontlading. En coach Getrouw die brengt er een wissel in. Hij moet nog even wachten. Eerst die opslag. Weer naar Sporksleden. Hoe dan ook. Sporksleden houdt ze in de race. 17-22. Levant komt er weer in. En Baumgart. Die maakt zich klaar om te serveren. Nou, dan zien we dat de twee arbiters even bij elkaar zijn. De captain van Jellico wordt erbij geroepen. Baumgart met die opslag. Uit. Die paas was minder. Dan krijg je dit soort problemen. Jellico kruipt dichterbij. Akinboto in het veld voor Levant bij Jellico. En Baumgart brengt die bal weer in het spel. Uit.
Makkelijk punt voor Yellowbirds. Slechte timing om dat te doen in deze fase van die set. Leroy Derby komt het veld in. Ik denk vanwege zijn lengte op dit moment. Om die aanval van Jellico te kunnen pareren. Bal naar buiten naar Sporksleden. En ja, wie anders dan Kevin Sporksleden doet het elke keer bij Jellico. 23-19. Met Krak die gaat serveren. Die bal ging uit. En dan geeft de linesman aan dat het touché was. Iemand van Yellowbirds raakte die bal aan. En ik denk dat het inderdaad zo was. Want Yellowbirds die klaagt niet. De voorsprong is 3 punten. De target is 25. Yellowbirds nog steeds met het voordeel. Maar don't underestimate Jellico. Nou, Krak gaat wat voorzichtiger serveren, denk ik, want die opslag daarnet was uit. Beetje geluk dat Yellowbirds hem touchte. Goeie opslag. Naar Smels. Goed opgevangen door Sporksleden. Hij krijgt hem nu terug. He did it again. Kevin Sporksleden brengt het verschil naar 2 punten. Krak. Oh, mooi uitgevoerd hoor. Alsof je naar Zouma zou gaan. Maar dan komt Shamar Jameson en timmert hem keihard in. Yellowbirds 1 punt verwijderd van het winnen van set 3. Jericho moet komen. Moet verdedigen. Moet een goede paas geven. En dan naar Sporksleden. En hij doet het weer. 22-24. Nu is hij dus naar het achterveld. Ja, hij gaat serveren. Kevin Sporksleden. Goed opgevangen. Minder goed opgevangen, dus makkelijk overgespeeld. En nu Ongafat. Ball in play. Nog steeds. En oh, wat een manier om die set af te maken. Wat een manier om die set af te maken. Door Anthony Smels. Nou, en het Yellowbirds publiek is wakker geschud door deze actie. Die bal bleef ergens hangen. Kwam minder goed over. En Anthony Smels die maakte hem af. Het staat 2-1 in deze wedstrijd. Dit is het Yellowbirds publiek. MC Eliezer Prost die probeert het publiek te hypen. Nou, ze zijn al hyped enough.
Voor deze wedstrijd is deze set dus super belangrijk voor Jellico. Teams maken zich klaar voor set 4. Bij Yellowbirds, Jabez Pros, Shemar Jameson, Ruben Souma, Roberto Joval komt erin, Lionel Mahabali en Freddy Smels. En bij Jellico zien we Akin Boto, Casey Fuaman, Virgil Langafat, Quincy Kruidenhoff, Virgil's Kevin Sparksleden en Marcel Krak. Nou weer een babbel tussen arbiter Playfair en de captain van Jellico, Virgil Ongafat. En er schijnt iets te zijn. We weten niet precies wat dat is. Nou, we zien dat Ongafat even sprak met zijn coach. Nu terug gaat naar Lusak Shu. En de twee libero's die zijn ondertussen het veld op. Voor Jellico is dat Antoine Vliet. En voor Yellowbirds is dat Jason L'Esperance. Links met geel shirt. Ongafat begint deze vierde set. Slechte paas. Mahabali in het net. Althans, hij was over het net met zijn handen. Het eerste punt is voor Jellico. Jabez Pros, ja, Antoine kon die niet pakken hoor. Was veel te hard. 1-1. Naar Kevin Sparksleden. Nu opgevangen. Ja, moeilijk op te vangen. Kwam ook niet zo goed aan. En Joval kon me niet redden. ...2-1 Jellico. Akin Boto. Te laag opgezet. Het blok van Jellico staat goed. 3-1 Jellico. Goeie start in elk geval in deze set... ...voor de kampioen. En het is wederom... En voor die Smels, die in goede doen is vandaag hoor. Die Jellobers dichterbij brengt. Joval. Kort. Via het midden. Met Quincy Kruidenhoff. En dan weer en voor die Smels. Die de ploeg van Jellico echt moeilijk maakt. 3-3.
Roberto Joval. Gaat naar Krak. Halen ze het? Ja, ze halen hem. Even kijken hoe ze hem overbrengen. Makkelijk dus. Kans voor Jellico voor een goede aanval. En weer problemen bij Yellowbirds. Ze krijgen een Welder over. Mooi gedaan. En dan weer Kevin Sporksleden. Die heeft er genoeg van. En via het blok. Ja, ze raakten hun oriëntatie kwijt. Jameson Essoma. En die bal viel dus in hun veld. De wissel. Brunnings voor Krak. En Baumgaard voor Casey Voorman. Ja, Mahabali erkent dat die set een beetje minder was. 5-3, Jellico. Nog steeds Brunnings. Je zag hem aankomen, Ruben Souma. Perfect aangespeeld door Lionel Mahabali. Vier-vijf. Moeilijke opslag. En die bal naar Sporksleden. En nu naar Anthony. Twee keer gespeeld door Ruben Souma. Punt Jellico 6-4. Nu kan Jellebers weer die aanval opbouwen. Weer via Souma. Het blok van Baumgaard. Iemand zat in het net. Jellico zat in het net. Dat is natuurlijk wel een afkikker hoor. En weer schijnt er iets mis te zijn aan de zijde van... Van Jellico. Smells. Slechte set. Leidt tot het punt van voor Yellowbirds. Weer Smels. Nu naar Ongafat. Dat blok opgevangen door Sporksleden. Naar buiten. Weer een blok. Nu omhoog. En Ongafat moet hem erover. Doet hij ook. Via het blok scoort hij toch nog. Steven Sash Jellico. Nou, dat zag Jellico aankomen. En Ongafat en Baumgaard zorgen ervoor dat Souma niet eroverheen komt. 8-6 Jellico. Kruidenhof. Nu naar buiten naar Jameson. Goed gedaan door Sporksleden. Oeh, Kruidenhof doet het minder. Sporksleden krijgt hem toch over. Nu probeert Mahabali dat tactisch balletje. Kruidenhof naar Sporksleden. Slaat hem uit. Kruidenhof moest even voor Gerard Setter.
Gewoon even niet anders. En Sparksleden die sloeg hem uit. Niet zo vaak gebeurd in deze wedstrijd. Zoma. Naar buiten, naar Angafat. Via het blok van Joval. 9-7, Jellico. Boomgaard. Naar buiten, naar Pros. Ja, en het nadeel als Dion Brunings voor is, is dat het blok natuurlijk iets minder is vanwege zijn lengte. Hij is niet de langste. Als je dan komt te staan tegenover hele sterke aanvallers, dan kunnen die dus profijt halen daaruit. Weer was het Sparksleden die scoorde. Die nacht, Ongafat serveert. Goed gedaan door Joval en Mahabali. En Roberto Joval kan gewoon kijken waar hij die bal wilde plaatsen. Dat doet hij ook. Brengt Jellebers dichter bij Jellico. Jabes Pros serveert. Bal naar buiten naar Sparksleden. En bijna elke keer dat Sparksleden goed wordt aangespeeld kun je tellen voor Jellico. Zo ook nu, 11-9. Nu zagen ze hem aankomen en de boomlange Kruidenhof. Die blokt Roberto Joval. Speelde daar goed op in. En die Kruidenhof is een hele lange kerel. Dus dat blok dat zat er. En nu zat Kruidenhof in het net. Het verschil blijft dus 2 punten. Jellico nog steeds voor 12-10. Joval. Buiten naar Sparksleden. En die valt dus in het veld. In het eigen veld naar het blok. Het verschil is 1 punt. Nou, onder een moeilijke omstandigheid heeft Dion toch een goede set gegeven. Waardoor Jellico scoort. 13-11. Soma plaatst hem helemaal in die hoek. Weer die korte aanval, die hele snelle aanval. Dwarkasing met de opslag. Net over het net. Weer naar Sparksleden. Die wordt nu opgezocht. En het blok van Anthony Smels. Bal zat een beetje laag. 13-13. Dwarkasing. Weer. Nu naar Boomgaard. Geblokt. Sparksleden krijgt hem over. En nu via het midden. Oeh, die bal valt bijna. Gesaved. Sparksleden. En nu Smels. Smels brengt Jellebeurts op voorsprong. Genoeg gezien, zegt Ferdi Getrouw. Hij called die time-out voor Jellico.
Wat betreft live uitzendingen van sportwedstrijden, lokale sportwedstrijden, zijn we morgen bij u terug. Dan doen we de eerste divisie voetbalwedstrijd van de SVB tussen Transvaal en Notch om 7 uur. En zondag aanstaande, daar hebben we eigenlijk die Classico voor deze competitie, voor dit moment in de SVB eerste divisie. Dan speelt de ploeg van Inter Mongo Tapu tegen Robin Hood. De beste twee teams op dit moment in die eerste divisie competitie. Robin Hood en Inter Mongo Tapu spelen zondag tegen elkaar. U krijgt hem live via ATV. Terug naar volleybal. 14-13. Yellowbirds. Met Joshua Dwarkasing. Gesaved. Weer en Vernie Smels. Smels speelt een sublieme partij tot nog toe. Is heel geconcentreerd. Het verschil is 2 punten. Dwarkasing. In het net. Sparksleden gaat die bal in het veld brengen. Bal naar buiten, weer naar Smels. Geen touché, zegt arbiter Lusakshu. Smels sloeg hem gewoon uit. En dat brengt Jellico weer naast Yellowbirds. 15-15. De opstelling wordt even gecheckt. Iedereen weer goed, zegt Saïda Lusakshu. En Sparksleden serveert weer. Naar buiten. Smels wordt opgezocht. Het blok zat goed. En die bal kwam terug op Anthony Smels. En Kruidenhof en Baumgaard. Die trokken een muur voor Smels op. Jellico neemt weer een puntje voorsprong. 16-15. Wel moeilijk hoor. En nu moet Dwarkasing hem overspelen. Kans voor een goede aanval van Jellico. Sparksleden uit. Het staat weer gelijk. Naar Ongafat. Geblokkeerd. Naar buiten. Naar Pros. Via het blok uit. Ja, de arbiter gaf het in eerste instantie verkeerd aan. Herstelt snel. Punt Yellowbirds. 17-16. Naar buiten. Naar Ongafat. Via het blok van Mahabali. En weer wissels. We zien Xavier Elburg erin komen, die nummer 5. En Adiante Akimboto die komt er ook in. Elburg gaat meteen serveren. Helemaal misplaatst die bal door Lionel Mahabali. Probeerde hem tactisch over te spelen, lukte dus niet. 18-17. Dat was uit. Ja, en Smels denkt dat hij in was, maar beide linesmen waren resoluut met hun call. Die bal was uit. Jellico neemt een 2-punten voorsprong. En Yellowbirds die neemt een time-out. Nou, die Xavier Elburg aan de zijde van Jellico. Die is ook basketballer.
een van de spelers dus van de Rukkers. Terwijl we hier een deel zien van het publiek dat moet staan, omdat er geen plek meer is in de sporthal. ...19 Jellico, 17 Yellow Birds. Het is de vierde set. Yellow Birds staat voor in sets met 2-1. Opgevangen door Brunnings. En aan Sporksleden. Ja, wat verwacht je anders in deze wedstrijd van Kevin Sporksleden? Dat hij scoort en dat doet hij ook. 20-17. Nu werkt hij met de aanval wel, die korte met Mahabali en Soma. Het verschil is teruggebracht tot 2 punten. Denzel Sinnagel komt erin voor Soma. Dat zal het moeten zijn voor zijn surf. Naar buiten, naar Ongafat. Met een tip. Blijft binnen. Jabez Pros. In, zegt de linesman. Er is een kleine discussie tussen Virgil Langevat en arbiter Playfair. Volgens Jellico was die bal uit. Moeilijk te zien deze snelheid. Er zijn twee linesmen die aangeven dat die bal in was. Dus Playfair die vertrouwt daarop. En Yellow Birds heeft nu 19. Uitgeserveerd door Denzel Sinnagel. En het verschil is weer 2 punten. Baumgaard. Prachtig uitgevoerd volgens boekje. En het werkt goed vandaag. Mahabali Joval. 21 Jellico, 20 Yellow Birds. Ongafat scoort. 22-20. Het gaat er in deze fase om wie de minste fouten maakt. En Jellico in het voordeel, want ze staan op 22, Yellow Birds heeft er 20. Nou, het publiek van Jellico is wakker geworden. We horen ze, let's go Jellico, let's go. En dat moet wel, want dit is een must-win set voor het team van Jellico. Als ze nog kampioen willen worden vandaag. Vliet en Voorman zijn terug op het veld voor Jellico. Het blok van Sporksleden zat er. Dwarkasin kwam er niet door. 23-20.
Virgil Langafat, captain bij Jellico. Marcel Krak. Die zorgt ervoor dat Jabez Pros niet doorkomt. 24-20 voor Jellico. Ze hebben 1 punt nodig voor de set. Ze hebben 1 punt nodig om in leven te blijven in deze wedstrijd. Jellebeurs nu met de rug tegen de muur. Ongafat. En Jameson die zorgt ervoor dat er nog niet is afgelopen deze set. Pros. Hij kan geen servicefout maken. Naar buiten. Naar Sparksleden. En de man himself maakt deze set af. 25-21 voor Jellico. Het staat 2-2. We gaan naar een vijfde en beslissende set. En die beslissende set, die vijfde set, gaat natuurlijk tot en met 15. Dat maakt hem een hele snelle set. In principe een set waarbij je geen fouten kunt permitteren. Alle arbiters en linesmen zijn nog even bij elkaar gekomen. Er was even wat onduidelijkheid over. We zagen dus op een gegeven moment dat Jellebeurs en Jellico wisselden van bank. Even niet duidelijk waarom dat gebeurde. In elk geval is dat teruggedraaid. En Jellebeurs blijft dus gewoon voor u aan de linkerkant en Jellico aan de rechterkant. Ja, en het publiek mag zich klaarmaken voor die vijfde en beslissende set. Ik denk dat het wel vuurwerk wordt. Als ik kijk naar hoe deze wedstrijd tot nog toe verlopen is. En zeker voor het team van Jellebeurs is dit een do or die set. Het is win or go home. Als Jellebeurs deze set verliest, is Jellico kampioen. Dat is één ding dat vast staat.
Ploegen staan klaar. Het publiek maakt zich ready voor deze vijfde set. Bijeliko Akimboto, Krak, Sparksleden, Casey Fuaman, Antoine Vliet en Virgil Langafat. Bij Yellowbirds, Mahabali, Jabez Pros, Jason L'Esperance, Anthony Smels, Shamar Jameson en Roberto Joval. Dat zijn de 12 spelers die op dit moment op het veld staan en die zullen beginnen met deze vijfde set. De opslag is voor Jellico Virgil Langafat. Het staat 2-2. Voor Jellico de set om kampioen te worden. Ze zoeken Sparksleden op. Jellibert staat in het net. Het eerste punt in deze set is voor Jellico. Mind you, die set gaat tot en met 15. Het blok van Sparksleden via Pros gaat hij uit. 2-0 Jellico. Naar buiten, naar Jameson. Goed opgevangen door Jellico. Weer Sparksleden. Nu via het blok. Gered door Antoine Vliet. Weer naar Kevin Sparksleden. Wat kan deze man vandaag verkeerd doen? Almost nothing. 3-0 Jellico in deze beslissende set. Maar die hustleplay van Antoine Vliet, die heeft die bal levend gehouden. Jellibirds vlucht in een time-out. Het is natuurlijk je hoofd erbij houden voor dit team van Jellibirds. Rinul Jellico. Nog steeds ongevat aan service. Goeie play van Antoine Vliet. Ja, en het was veel te moeilijk ook voor Kevin Sparksleden. En Jellibird staat op het scorebord. 1-3. Kevin Sparksleden. Hier kan Jellibirds echt heel weinig tegen doen vandaag. Dan komt Xavier Elburg erin voor zijn opslag. Ja, dat is net wat hij verkeerd doet. Natuurlijk niet bewust. Dat doet niemand. Maar die bal gaat wel over naar Yellowbirds. Met Joval.
En die doet hetzelfde door die opslag weg te geven. Uit te serveren. 5-2. Dat gaat hard. Marcel Krak. Dat was in het net. Er zat iemand in het net van Yellowbirds. 6-2 Jellico. Je ziet Lionel Mahabali zeggen, jongens, we moeten kalm blijven. Dat is nodig nu. Het is de laatste set. Die linesman die geeft aan dat die bal in was. Hij leek echt uit als je het mij vraagt. Maar goed, die linesman die staat er veel voordeliger voor. Die zit op die lijn. 3-6. Weer Kevin en weer een punt. Jellico. Ze zitten op de helft bijna. Goeie hosselplay van Krak. Krijgt hij hem erover? Nee, hij krijgt hem er niet over. En het was wederom Anthony Smels. Die Yellowbirds een puntje bezorgd. Nou, Playfair en Ongafat hebben veel gebabbeld vandaag. Ongafat als aanvoerder. En Playfair als arbiter. Dat blok van Soma. En Casey die wint het gevecht op het net. Casey Voorman wint het gevecht op het net. En die bal valt in Jellebert's veld. 8-4 Jellico. Kruidenhof. Goed gered door Sporksleden. Maar Ongafat haalt hem niet. 5-8. Wat een afknapper aan de zijde van Yellowbirds. Soma slaat hem in het net. Geeft de server over. Dat niet alleen, maar geeft Jellico er een punt bij. Het is 9-5 voor de ploeg die op jacht is naar het 10e kampioenschap. Met Casey Voorman aan surf. En hij doet Soma na. Slaat die bal uit. En Jellebeurts ademt weer. 6-9. Het verschil is 3 punten. De set gaat tot en met 15. Ongafat met die tip. Hij scoort. Dit is inzicht. Dit is ervaring. Ze zijn in de dubbele cijfers. 10-6 voor Jellico. En coach Richters. Die neemt nu dus die time-out. En het publiek van Jellico is wakker. Ze ruiken het kampioenschap. 5 punten verwijderd van hun 10e titel. En dit is de ploeg die dat kan voorkomen vanavond. Maar ze staan met 6-10 achter in de 5e en beslissende set. Die set die gaat tot en met 15.
En het lastige van Yellowbirds is dat Kevin Sparksley er weer voor staat. Dus bij het net. Dus kan ten volle gebruik maken van zijn aanval. Shemar Jameson, opgevangen door Sparksley. Opgevangen door Fleet. Die fight op het net. Gewonnen door Yellowbirds in deze. Kruipen een puntje dichterbij. 7-10. Pros. Levend gehouden door Ongafat. Door Fleet. Hij speelt hem uit. Het verschil is 2 punten. Er komt hoop in de harten van Yellowbirds. Maar Ferdi Getrouw die denkt, dit gaan we even stoppen. Hij gaat in een time-out voor Jellico. Een goede surf is voor beide ploegen erg belangrijk nu. Naar buiten, naar Sparksley. Opgevangen nu. Jameson. Raakt hem niet goed. Oh, daar struikelen Jellico-spelers over elkaar. Hopelijk niemand geblesseerd. Dat wil je echt niet zien. Hij viel een beetje lastig, ja, Kevin Sparksley. We laten hopen dat hij oké is. Gelukkig leek dat zo. Het verschil is 1 punt. Yellowbirds is terug. Jabez Pros. Hij gaat weer naar Sparksley. Valt uit. 11-9. Jellico heeft 4 punten nodig. Adiante Akimboto. Mooi gedaan door Jameson. Had alle tijd om te kijken. En plaatste hem precies waar er geen spelers waren. 10 Yellowbirds, 11 Jellico. En Joshua Dwarkasig wordt erin gebracht. Die heeft een goede opslag. En dan hoop je natuurlijk als je Yellowbirds bent. Dat het goed gaat. Ploegen kunnen zich geen servicefouten permitteren. Hij doet het veilig. Kort via het midden. In leven gehouden. Goed gedaan door Souma. En nu Kevin Sparksley. Opgevangen. Weer die kans voor Yellowbirds. En van die Smels. Het blok. En het valt in het veld. Het valt over het net. Het staat gelijk. 11-11. What a game. What a game. What a game. Bal naar buiten, naar Sparksley. Die scoort. ...12-11 Jellico. Met Brunings die gaat serveren. Smels maakt het moeilijk voor Jellico. Nee, dat halen ze niet. Het staat weer gelijk, 12 gelijk.
Jameson. Goede pas naar buiten, naar Sparksleden. Dat is uit. Dat is uit. What a change, what a change. Gelbers neemt een punt voorsprong in deze vijfde en beslissende set. 13-12, die set gaat tot en met 15. Jellico stond halverwege de set comfortabel voor met 4 punten. Die zijn weggewerkt door Yellowbirds. Heeft nu een 1 punt voorsprong. En kan deze competitie met 1 wedstrijd verlengen. Maar dan moet je deze set winnen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want aan de andere kant staat een team dat aast op het 10e kampioenschap. Jameson. Goeie surf. Naar Sparksleden. Het blok van Anthony Smels. Op die inzet van Kevin Sparksleden. En die gele vogel is wakker. Die gele vogel is wakker. Waar komt hij vandaan? Ineens. 14-12 voor Yellowbirds. 1 punt hebben ze nodig. Lukt het Jellico om terug te komen? Die bal is in leven gehouden. Die bal is er nog. Wat een... Oh, en dan gaat hij totaal in de mist. Lionel Mahabali. Na die geweldige hustle play van Jameson. Jellico een puntje dichterbij. 13-14. Sparksleden serveert. Je kan je geen slechte opslag permitteren. Doet hij ook niet. Bal in play. Nog een keer aan de andere kant. Jameson. Hij valt in. Hij valt in. Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd. Yellowbirds trekt die serie stand te evenwicht. Wint de derde, de vijfde en beslissende set met 15-13. En wint deze wedstrijd dus met 3-2. Dat is de ontlading. Deze jonge ploeg van Yellowbirds forceert een vijfde wedstrijd. En dan kunnen we met alle recht zeggen dat komende woensdag de kampioenswedstrijd wordt gespeeld in deze competitie. Want dat is voor beide ploegen. De winnaar is kampioen. Yellowbirds wint de wedstrijd met 3-2. We zullen proberen wat gesprekjes te maken op het veld. Ja, krijg je mijn geluid? Ja, ik krijg het geluid. Ik sta hier met coach Ferdy Gedroop. Ferdy Gedroop, deze wedstrijd was absoluut de mooiste in de serie. Het kon beide kanten naartoe gaan. Hoe blik je erop terug? Nou, ik denk dat ik, als ik terugkijk, misschien te snel bepaalde wissels heb genomen. Ja, en deze wedstrijd schrijf ik dus gewoon toe aan foute wissels van mij. Veel te vroeg inwisselen. Gewoon door laten spelen en wachten totdat het moment daar is. Ik denk dat ik de laatste wissel gewoon veel te vroeg heb genomen.
En wat zeg je van Jellebers vandaag? Nou, Jellebers heeft gevochten. Ze willen het hebben. Ja, we hebben problemen met die snelle aanval van hun. Waar we een oplossing voor moeten zoeken. Maar we zijn nog steeds kampioen. Nu komt die vijfde wedstrijd. Wat denk je dat je iets anders moet doen in die wedstrijd om het kampioenschap te pakken? Nou, ik denk dat we door moeten hebben dat Jellebers het even graag wil hebben als ons. En niet moeten verwachten dat het gewoon zal komen. Ja, we gaan wat wijzigingen moeten aanbrengen, maar woensdag zijn we er klaar voor. Denk je dat die jongens van je mentaal diep geraakt zijn of komen ze er makkelijk overheen? Nou, ze spelen lang genoeg play-off. Ik denk dat wat ze het meeste stoort, dat we die wedstrijd in handen hadden. En dat we die wedstrijd zelf uit handen hebben gegeven. Ik denk dat ze het meest stoort. Ja, en ze weten dat het niet hoefde. Maar ja, het is 2-2. En de band heeft weer wat extra geld. We zien je woensdag terug. Zeker. Dat was coach Ferry Getrouw. We kijken natuurlijk naar de andere kant. Waar Jellebers even die jel wil doen. Jellebers wil even de jel doen. Dat doen ze dus met een heleboel fans eromheen. En ik wil in elk geval praten met Anthony Smels en met de coach. Laat me beginnen met Smels. Ja, ik moet hem even helemaal gaan halen aan deze kant. Ik moet je naar deze kant brengen. We staan hier met Anthony Smels. Anthony, wat een spannende wedstrijd was dit. Jij was heel belangrijk in deze wedstrijd. Wat was je focus vandaag voor game 4? Boy. Eerlijk gezegd, vorige wedstrijd was ik een beetje minder. De anderen hebben met me gesproken, mijn voorbereiding was een beetje minder. Dus mijn voorbereiding naar deze wedstrijd was veel beter. En met de mindset dat we niet gaan verliezen. Maakt niet uit wat er gebeurt. Zolang ze geen derde set hebben gewonnen, gaan we ons niet verloren geven. En toch even in de laatste set stonden jullie midden in de set met 4 punten achter. Het was 8-4, 9-5. Van waar hebben jullie die kracht en die inzet gehaald om terug te komen? We hebben afspraken gemaakt en we hebben ons eraan gehouden. Niet in paniek geraakt, al zijn we 4-5 punten achtergekomen. Nog steeds aan onze afspraken gehouden en je hebt gezien, het heeft gewerkt. Hoe vind je dat je zelf hebt gespeeld? Wat zei je? Hoe vind je dat je zelf hebt gespeeld? Goed, ik ga altijd beter, maar goed. Ja? Ja. En dan nog één vraag, je weet wat komt. Hoe kijk je aan tegen die laatste wedstrijd? We gaan ervoor, we gaan voor de kampioenschap. Denk je dat jullie best kampioen wordt? Sowieso. Succes woensdag. Dankjewel, dank u. Dan moet ik even de coach halen. Ja, ik pak coach Fernando Richters er meteen bij. Fernando, alvast gefeliciteerd met deze overwinning. Je blijft in de race. Die smile zegt alles. En dan wil ik je toch teruggaan naar iets dat je in het vorige interview hebt gezegd. En dat is dat je ploeg mentaal sterk genoeg moet zijn. En dat ze heeft gekild in die derde wedstrijd. Nu kom je in de laatste beslissende set terug van 8-4 achterstand en je wint die set. 10-6. Dat is 10-6. Dat is mentaal super sterk. Van waar die mentale kracht in is? Ik denk dat die jongens tijdens die time-outs goed met elkaar hebben gesproken. Ik moet er bijna niets te zeggen. Ze hebben elkaar aangesproken over heb vertrouwen en laten we ons spel spelen. In die vijfde set hebben ze bijna ons gepakt, maar toen weer op ervaring zijn zouden gaan verliezen. Servicefouten, lousy passfouten, tipballen die zijn gescoord. Terwijl dat in ons concept wordt opgenomen dat we dat niet meer gaan doen. Dus die mindset dat wij gewoon beter zijn, gewoon op het laatst tot uiting. En dit gaan we vasthouden voor game 5. Want als dit het is, dan zijn wij het woensdag. En toch moeten we zeggen dat, als je het anders zou zeggen in sporttermen, dat Kevin Sparksleden bijna onstoppable was vandaag. Je gaat iets moeten zoeken om het anders te doen. Hij heeft heel veel gescoord. Kevin is ook MVP geweest, Caribbean Cup. Dus die man is gewoon een goede volleyballer. Wij hebben ons ingesteld. We hebben een concept al geprobeerd uit te voeren wat voor een groot deel heeft gewerkt. Game 2 en vandaag. Hij gaat zijn punten pakken. Maar de rest moet niet scoren. En wij gaan voor
halen wat we kunnen en onze aanval continu stabiel houden dat wij gaan scoren. En dat wordt een kilo wedstrijd. En als je het mentaal overigens behoudt en die rust, dan zijn wij de winnaar. En zoals Kevin bij hun de man of the match was, was Anthony bij jullie echt de man die jullie echt de race in je houden. Wat zeg je van deze jonge spelers en zijn spel vandaag? Ik mag je zeggen, je kan hem vragen. Ik heb hem na de derde wedstrijd apart geroepen en ik heb hem gezegd, jij hebt vandaag niet gepresteerd op het niveau dat ik van je verwacht. En als jij niet presteert, gaat het team ten onder. En hij heeft vandaag het tegendeel bewezen. Ik heb een collectief van 6-7 man die stabiel zijn in de paas, in de aanval. En als hij uitvalt, dan valt mijn concept voor een deel uit elkaar. Dus hij heeft vandaag een goede vaste taak en daar het resultaat. En dan Fernando, woensdag is het zwembad Verstuipen, het kampioen of semi-kampioen. What about your thoughts about that game? Ik heb het de vorige keer gezegd. Ik geloof nog steeds dat ik een beter team heb dan Jellico dit jaar. Als die jongens mentaal in die game blijven, gefocust blijven en vertrouwen dat we het kunnen met het concept dat we nu hanteren, zijn wij woensdag kampioen. We hebben het al getoond toen en we gaan het weer doen dat wij ontronen wie al jarenlang kampioen is. We zien je woensdag terug. Zeker, thank you. Fernando Richters, de coach van Yellowbirds, hij blijft vasthouden aan het idee dat hij zoveel jaren terug Lisex heeft ontroond als jarenlange kampioen. En dat hij dit jaar Jellico gaat ontronen als jarenlange kampioen. Dat maakt het allemaal mooi. Er is wat rust tussen vandaag en woensdag. De serie stand in de best of 5 is 2-2. Wat verwacht je nog meer? Wat kun je nog meer verwachten als volleyballiefhebber, als Sufobo, als kijker thuis? Nou, mede namens het totale team, Groet Marciano Salman. En wat volleybal betreft, dan zijn we echt terug met die kampioenswedstrijd de volgende week woensdag. Een fijne avond verder. Goedenavond. Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.